Vandaag in deze video alles wat je moet weten over de Hydrangea annabel, oftewel de annabel hortensia. Hij bloeit prachtig zoals je ziet, met soms wel 25 centimeter grote bloemen, mooi wit en het is een scheutbloeier. Dit wil zeggen dat hij binnen een jaar één scheut maakt met erop één bloem. Hij bloeit van juni tot en met september. En je kunt hem het beste snoeien in maart. Een scheutbloeier snoei je altijd tot 10 tot 15 centimeter boven de grond af. Zo kan die in dat jaar weer een scheut maken met daarop een bloem. Maar een Hydrangea annabel heeft als probleem dat als het heeft geregend, dat hij wat zwaar wordt en dat hij dan omknakt of krom gaat hangen. Hier zijn een paar foefjes voor en die ga ik je nu vertellen. Nou, foefje 1. Hier hebben we een Hydrangea annabel in pot. En zoals je ziet kan deze wel een snoeibeurt gebruiken. Normaal doe je dit in maart en dan zit er nog geen blad op. Dus dan heb je beter overzicht op de stengels. En eigenlijk knip je hem tot 10 centimeter kort aan de grond. Zorg voor het snoeien aan jouw annabel dat je altijd een scherpe snoeischaar hebt. Dit maakt het werk veel gemakkelijker. En je knipt zo door de takken heen. Fluitje van een cent, toch? Maar het foefje om hem iets sterker te krijgen is dat je de oude takken van verleden jaar halveert. En zo doe je dat bij een stuk of 5 takken. Als je deze halveert, zal de annabel daar steun van krijgen en niet zo gauw meer omknakken. Kijk, zoals je ziet heb ik hier 5 tot 6 stengels laten staan. De annabel zal onder weer uitschieten en hier tussendoor groeien. Zo krijg je een mooie stevige annabel. Probeer ook altijd doodhout, gekruisthout of beschadigd hout eruit te halen. Zo hebben de nieuwe takken fijn de ruimte om goed te kunnen groeien en te kunnen bloeien. Mocht jij je annabel al helemaal kaal geknipt hebben, zoals dit, heb ik nog een andere tip. Pak een groen gaashekwerkje en zorg dat de mazen groot genoeg zijn. Leg deze bovenop jouw annabel. De annabel zal gaan groeien en je trekt hem steeds 10 tot 20 centimeter mee omhoog. Totdat je ongeveer 30 centimeter onder de bloemen zit. En zo geeft het hekwerkje stevigheid aan jouw annabel. En hij is niet te zien, want hij is groen van kleur en de bladeren zullen hem fijn bedekken. Zo krijg jij een prachtig bloeiende annabel die niet meer om gaat vallen. Succes! En snoei deze jongen echt pas in maart. Want in de winter krijgt hij prachtig uitgebloeide bloemen die een mooie sierwaarde geven aan jouw tuin. De Hydrangea annabel, oftewel de annabel hortensia. Dit was het dan, onze video over deze prachtige tuinplant, de Hydrangea annabel. Ik hoop dat jullie wat aan mijn tips hebben gehad. Denk daarbij aan dit groene gaashekwerkje, dat als je hem helemaal kort hebt gesnoeid erop legt en mee omhoog trekt. Of de 6 stengels die je kan laten staan voor extra stevigheid aan jouw struik. Voor nu tot ziens, tot bij het volgende filmpje en vergeet ons niet te liken en te volgen op Facebook of Instagram. Den Mulder Boomteelt. Hoi!